Hoi hoi, hartstikke leuk dat je kijkt naar deze vlog. Mijn naam is Julien, we staan hier op het station van Hengelo. Het is vandaag zaterdag 6 mei 2023. Het is ontzettend zeldzaam geworden dat ik een zaterdagje voor mezelf had. Maar vandaag heb ik vrij en ik ben al een hele tijd niet meer in België geweest. Dus vandaag gaan we een toertje maken naar België. Een soort urbex/treinleven vlog. Want we gaan naar de buitenwijken van Luik. Heel veel kijkplezier. Ik vind het echt genieten. We rijden zo meteen heel dik dwars door een verlaten staalfabriek heen. Wat zeg je mij? Ik heb een naakte avond. En ik like en subscribe, klik op het belletje. Dit kan echt niet joh. Holy fuck. Vandaag staan in de Maaslijn. Level nummer 3, heerlijk man. Pof, wie heb jij de bierposter mee? Het is echt nog bloedje vroeg. De kiosk hier achter wij die is nog dicht, dus we gaan maar eventjes een Utrechts proviant inslaan. Op tijd aangekomen op station Utrecht Centraal, tijd op de Albert Heijn toekomen te plunderen. Ik heb echt shit nodig van de weg. De koffiesituatie hier bij de Albert Heijn toekomen is een beetje triest. Er zijn 5 van die apparaten, ze doen het allemaal niet. Ik zie je bij de roltrappen, ben vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrappen. Prima, dan maar naar de kiosk op het perron toe. Ik beschik over cafeïnehoudende warme drank die ik dan bij strot ga gieten. Oh jeetje, het is de duivelse trein van NS. Perfectos, op naar België. Deze trein nemen we naar Maastricht. Het is precies 10 uur, aangekomen op het station van Maastricht. Zonnetje schijnt, kaartje halen voor België. Niks! Nou, gaan we dan met de contraptie. Ticketje van België is binnen. Als deze Arriva-flirt even opdondert. Kijk, de trein naar België die staat ook al klaar, de trein naar Luik. Hok! Belgische treinen zijn superieur. Weet je waarom? Dat het met Nederlandse treinen niet kan. Kijk, ramen open. Vaartzeit! La prochaine arrêt est le but plug, gare terminus. Bonjour, je m'appelle een frikandel. Dat is altijd Frans voor de kant. We zijn in Franstalig België, we zijn in Luik. We blijven natuurlijk niet op station Luikje, man. We gaan natuurlijk de obscure buitenwijken in dikke Urbex 5. We hebben een station een kaartje gekocht naar Ougrée of zoiets. Frans is niet mijn beste taal, maar dat is een nieuw station in een buitenwijk. Ik vind echt altijd dat die treinen in België er echt uitzien hoor, jeetje. Ik vind het echt genieten. We rijden zo meteen heel dik, dwars door een verlaten staalfabriek heen. Met de trein dwars door die verlaten staalfabriek. Je ziet hem hier nog op de achtergrond. We zijn aangekomen in ja, Ougrée, denk ik dat je het uitspreekt. Het station is geopend in 2018, want dit was vroeger alleen een goederenlijn. Dit is interessant. Welkom in Luik, jongens. Welkom in Luik. Dit is echt een intense plek met al die verlaten fabrieken, man. Echt mooi. Ik heb die jas maar even uitgedaan. Taf is warm hier, 20 graden alsnog. Ja, achter mij is een doodlopend straatje. Met allemaal oude huizen. En daarin zitten allemaal prostituees. In een buitenwijk, jongens. Waar de fuck zijn we beland, man? Dat is echt niet goed. Dikke urbex. Wij zitten portaal naar de backrooms of zo, dat is niet best. Verder gewandeld naar station Seraing, dat is het andere station wat is geopend, net als Ougrée, probleem. Hier staat in het Frans dat er een kaartautomaat op spoor 2 moet staan om een kaartje te kopen, maar nou, die is van zijn sokkel af. Dus dat wordt eventjes een conducteur in het Frans aanspreken. Die sprak gelukkig Nederlands. Ik heb een regularisatie. Daar zijn we weer. Ik zit hier lekker even te chillen, maar ja, ik kreeg zodanig een stijve nek van al dat moois wat hier rondloopt door Luik heen, dat ik misschien in de Seraing beter wel naar de hoer aan kunnen gaan. Maar we gaan naar het centrum met de bus voor een Luikse avond. We zitten nu in de stadsbus van Luik van de TEC. TEC staat voor Terreur et Commune, dat is Frans voor openbaar terreur. Ik heb ook een mooie mobib van de TEC. Het is een heel obscuur Waals vervoersbedrijf dit, maar ik vind het mooi. En toen waren we de bus uitgetrapt. Werkzaamheden, wordt een tramlijn aangelegd en het begint nu gigantisch te onweren en te regenen. Vandaar dat het ook zo benauwd was, want ik zweet hem echt helemaal de pleuris. TEC, de personificatie van Luik. Wat zeg je maar? Ik heb een Luikse waal van. Oké, dat was echt heel slecht. Hey, mijn blik fris die optrek. We zijn de heenweg dus met de trein van Maastricht naar Luik gegaan. En voor de terugweg gaan we met de bus. Lijntje 78 van het openbaar terreur. Dus vandaag zaterdag gaat die 4 ritten per dag. We nemen die van 14,45. Aangekomen met bus 78 van openbaar te Maastricht. We hebben wel de trein gemist, want de verkeerslichten zaten tegen, maar wel een hele mooie route. Rijdt maar 4 keer per dag. Goed plannen. Op zoek naar een hapje eten. En dat moest ik kebab, best idee er is. Neem me mee de trein in. Donders dikke kebabschotel van de moestie kebab in Maastricht. Moest kijken wat een vlees dit. Oh, ho, ho. Genieten, jongens. Inmiddels onderweg, lekker met saladetje aan het smikkelen. Maar toen kwamen we net wel allemaal boemers hier de coupé van. Wat stinkt het hier? Donder maar gewoon op. Laat mij genieten van mijn moestie kebab. Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Julien. Nou, allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wil like en subscribe, klik op het belletje. En ik wil nog even wat mededelen. Nou, die kebab, die stinkt niet. Die ruikt overheerlijk. Het ruikt gewoon zo lekker dat je het gewoon wilt. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Like, subscribe, doe een duimpje omhoog. En laat in de comments weten naar welke plek wij de volgende keer moeten. Doei! Gozer, ik ben back af. Ik ben ook toe aan bier. Gestrand in Eindhoven, een aanrijding met Boxtel. Geen idee wat we nu moeten doen. De trein naar Venlo was ook gecanceld, want die is getroffen door de aanrijding. Zou er een nieuwe trein rijden? Bier gehaald. Is de trein alweer gecanceld? De conductrice van onze trein uit Maastricht zei dat er ook geen treinen naar Tilburg zouden rijden. Er vertrekt hier een trein naar Tilburg, godverdomme! Ja, de Jip en Janneke film. Binnengehaald, voor ons staat er waarschijnlijk een defecte trein. Het is al niet bekend hoe lang... Ik heb hier echt... Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn cameraman Patrick wil wat zeggen. What the fuck? Holy... Oh, dit is niet best. Dit kan echt niet, joh. Holy fuck. What the fuck? Kijk, mooie aansluiting in Pleerik. Oh wacht, we stoppen hier zelfs niet eens. Feest, half uur in Venlo. Zeker, eens heb ik een klacht. Het toilet doet het niet. Nou, wie had dat gedacht? Staan in de Maaslijn. Level nummer 3. Heerlijk man. Deze klapstoel die klappen nog flinker als een saloondeur. Gewoon een klappenkut. Nijmegen, ergens daar achter mij zie je heel ver in de verte een DDZ. Dat was onze aansluiting richting Zutphen. Prima, dan een half uurtje later zullen zou je denken. Overstap in Zutphen op de blauwe lint, Hengelo. Die rijdt niet vanwege de personeelstekort. Groter dan 10%. Ik ben echt toe aan het sterren. Godverdomme, ik zit helemaal onder het zaad. Oh ja, geval dat je wat er niet is, kan ook niet rijden. Hele begonnen eerste klas voor onszelf ook. Oeh, damn, Deventer is middeleeuws geworden. Dikke droombeelden dit. Poh, wie heb jij de bierposter mee? Cameraman Patrick, bedankt voor de gezellige dag. Ja, bedankt voor het bier. Nou, met 2,5 uur vertraging aangekomen in Hengelo. Hengelo, oh, oh. Tuurlijk, bij Keolis kan helemaal niks op zaterdagavond. Een outro hoef ik niet echt op te nemen, want hebben die dames net al gedaan van Maastricht naar Eindhoven toe. Ik heb ook nog allemaal bier, want dat waren die vrijgezellen die naar Borne gingen. Die de trein van net vergeten, dus ik ga naar huis. Later. En dat dikt.